Bob Raber, Bauke Mollema heeft het fantastisch gedaan tot nu toe in de Tour met geweldige overwinningen, die etappen. Ja. De grote vraag is voor de Ronde van de Svorne, komt hij wel of komt hij niet? Ja, dat was bij ons ook een beetje de vraag. Afgelopen zondagmiddag heb ik al contact gehad met John van der Akker van Cycling Service, die in de Tour de renners vastlegt. En hij zegt, nou, ik heb vanavond een gesprek met Bauke Mollema. Ik zeg, we willen hem dolgraag hebben op Oostvoorne. Bel mij vanavond nog terug. Nou, dat is niet helemaal meer gelukt een zondagavond. Maar maandag erop hadden wij gekregen. Dus de Fiat van Bauke Mollema naar Oostvoorne. Dat vinden wij gewoon geweldig. Dat we Bauke Mollema hier in Oostvoorne, etappenwinnaar dit jaar. En op welke manier is de etappenwinnaar geworden. Fantastisch, fijn dat hij op Oostvoorne kan komen. Op zijn tweede rustdag van de Tour worden al die contracten getekend. Hè? Hoe gaat dat in zijn werk? Je levert een lijst in en vervolgens gaan ze aan de slag voor je? Ja, wij leveren van tevoren een lijst in bij Cycling Service. Alleen er staan nog niet allemaal prijzen achter. Dat ongeveer weet je het wel. Maar als iemand een etappe wint, heb je gewoon een andere prijs. Maar we dienen van tevoren, en Rienus Tuinman doet dat bij ons het meeste dan. Die legt dan, en dan leggen we het vast bij John van der Akker of bij Martin van Steen, een van de twee. En die zit in de rustdagen altijd in de Tour. Mollema wint een etappe, dan zie je dat aan zijn prijskaartje, neem ik aan. Ja, aanzienlijk zien we dat. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij Tom Dumoulin. Ook het prijskaartje, wint de Giro, en dan zijn het gewoon hele andere prijzen. Want Dumoulin die rijdt in een aantal criteriums. Hè. Die rijdt de Tour niet, maar won de Giro. Ja, daar zag ik bedragen voorbij komen voor 30.000 euro. Ja, dat is Mollema gelukkig niet, want dat zouden wij ook niet kunnen betalen. Zit het te ver onder? Nou, zit er wel een stukje onder natuurlijk, dat wel. Ik noem geen prijzen, want iedereen luistert en ziet mee. Dus vandaar, nee, dat houden we maar aan, Bauke. Maar we zijn heel blij met hem.